The Suriname Investment and Trade Agency, CITA, is nu ready om naar buiten te treden. Woorden van Henk John Gischeriet, CEO van CITA, vandaag tijdens de workshop Interinstitutional Cooperation for Investment Generation in Suriname in het high-rise gebouw. De workshop behoort tot een serie ondersteunende activiteiten van CITA en is bedoeld om bewustwording te creëren tussen beleidsmakers, vertegenwoordigers van de overheid, private sector en andere stakeholders. Gischeriet legt uit dat met deze activiteit gekeken wordt naar partijen die belangrijk zijn bij het aantrekken en faciliteren van buitenlandse investeerders. Dus vandaag hebben we geprobeerd om alle stakeholders bij elkaar te brengen die het investeringsklimaat moeten bewerkstelligen. Met andere woorden, overheid, vertegenwoordigers van de particuliere sector, bijvoorbeeld de Vereniging van het Surinaamse Bedrijfsleven, dat soort partijen waarbij wij als CITA laten zien, we hebben ons huiswerk gedaan, dit is de research, dit zijn de kansen, hoe gaan we die kansen samen benutten? Dus daar gaat het eigenlijk over vandaag. Gischeriet zegt dat CITA als officieel orgaan de Surinaamse economie gaat helpen. Echter kan CITA dat niet alleen, maar wel in samenwerking met andere actoren. Het is eigenlijk een samenspel tussen aan de ene kant de overheid, die moet faciliteren bijvoorbeeld met wetgeving. De investment law wordt vaak over gesproken. Bijvoorbeeld door het helpen om het environment, de zogenaamde ease of doing business index te verbeteren. Hele basale dingen. Aan de andere kant wordt het geld nooit verdiend door de overheid. Het geld wordt verdiend door de particuliere sector. Nou, dus wij van CITA slaan een brug tussen de overheid en de particuliere sector, tussen Suriname en de rest van de wereld. Maar niets wat wij doen is gebaseerd op, ik denk, ik hoop, mijn tante heeft gezegd, ik was bij de barbier en ik heb iets gehoord. Nee, alles wat wij doen is fact-based. Dus we doen research, gedegen research. We doen comparison met de omgeving. Waarom zijn wij interessanter dan Guyana bijvoorbeeld? Want als een investeerder komt naar Suriname, gaat hij ook naar Guyana. En daar waar het voor hem het beste is, daar gaat hij zijn investeringen doen. Met deze sessie streeft CITA ernaar te komen tot een constructieve uitwisseling van ideeën en ervaringen om samenwerking tussen de diverse stakeholders te versterken. Met als uiteindelijk doel een effectievere en inclusievere governance.